in Zuid-Tirol. En momenteel in Verona. Ja, een echte daguitstap voor ons. We waren eigenlijk voornamelijk gefocust op de bergen. Met, ja, de stad zelf. Ja, en Verona is de stad daar voorbij uitstek. Nu moeten we zeggen, omdat we zo gefocust waren op de bergen, weten we eigenlijk niet zoveel over Verona. Nee, dus we hebben eigenlijk ons huiswerk niet goed gedaan. Maar we hebben een hele goede site/app gevonden. Ja, Culture Trip. Wilt u daar meer over weten? Ga dan even kijken naar onze blog. Die app heeft ons geholpen, want die heeft verschillende artikels over 10 beste restaurants. Ja, een beetje super praktische artikels, dus over shoppen, over lunchen, over brunchen, over Instagram spotjes, eigenlijk echt alles voor iedereen. Dit is trouwens niet gesponsord, nee, puur gewoon zelf gevonden. Zelf gevonden, daar zijn we een beetje trots op. Ja. Want die heeft ons de informatie gegeven om nu naar Elk Bakery te gaan. Een heel leuke lunch- en brunchspot. Met allemaal homemade ingrediëntjes en leuke gerechtjes met van avocado tot met granola. Dus allemaal ook wel heel healthy. En met andere woorden, op ons lijf geschreven. Ja. Wat we nog wel wisten, of weten, is dat Verona ook een beetje de start van de liefde is. Want ja. Romeo en Julia speelt zich hier af. En daar is ook het befaamde balkon van Julia. Of allee, dat denken de mensen toch, want eigenlijk is dat een fictief huis. Shakespeare was nooit pure realiteit, dat was een stuk fictie met fantasie vermengd. En ze hebben hier effectief een huis waar Romeo en Julia op geïnspireerd zou zijn. En hier is ook het balkon van Julia. We gaan daar straks naartoe om eens te kijken. Maar blijkbaar is eigenlijk alles fictief in het huis. Maar is de spirit, de liefde die bij de mensen speelt en de hoop op liefde, die is echt. Inderdaad. We hebben onze brunch/lunch besteld. Ze hebben hier eigenlijk een heel speciaal concept, want je kunt hier ontbijten en brunchen. En als je luncht, dan bruncht je hier ook. Ja, inderdaad. Verschillende opties. Van 15 euro tot met 25 euro of 20 euro. Ja. Dus dan krijg je verse fruitsap, koffie, yoghurt. Ja. Wat is dit? Ja, een soort van brood, ja, bananenbrood denk ik. Nee, dat is dessert. En dan kun je kiezen uit de. Ze hebben ook veggie burgers. Ja, ze hebben van alles. Ze hebben eigenlijk van alles, maar voornamelijk ook bagels. Dus dat is hetgeen wat wij besteld hebben. Belangrijk om te vermelden: fruitsap. Koffie, dat is allemaal free refill. Dus je krijgt eigenlijk al veel voor 15 euro, slash 20 euro, slash 25 euro. Het is hoe luxueus dat je wilt gaan met je producten zoals zalm en dergelijke. Maar ik ga nu even beginnen, want ik heb honger. I won't think it over. I know one day we all die. Zoals jullie misschien zien, je kunt hier heel goed shoppen. Dus zowel bekende winkels, H&M, Zara, als heel leuke boutiques, als kleine schattige marktjes waar je dan een leuke hoed kunt kopen. Ja, deze 15 euro. Geen geld, hè. En zie hoe content ik ervan ben. Niet van stikkelen, hè. Nee, is beschermd tegen de zon. Het balkon van Julia, hierboven. Ja. Wordels getrokken. Inderdaad. En hierachter zie je allemaal briefjes. Dus dat zijn briefjes die mensen schrijven. En er zijn vrijwilligers hier in Verona die zich bezighouden met alle briefjes te beantwoorden. Dus ik vind dat wel leuk. Ja, en wat staat er op die briefjes? Ja, dat zijn liefdesbriefjes zeker. Of wat schrijven we? Ik zal even gaan kijken. Allemaal wensen
voor liefde. En niet alleen kun je briefjes schrijven, maar ook tijdelijke rust doen bij Julia. Want dat zou geluk brengen. En ik moet zeggen, die borst die is al helemaal... Die is helemaal afgevreven. Die is helemaal afgevreven, zoals ze zeggen. Ja. Misschien ook interessant om te weten, het gebouw is van de 13e eeuw en het terras is pas later toegevoegd in de 20e eeuw. Omdat hier een standbeeld stond van Julia. Je kunt ook in het huis gaan, maar dat is allemaal fictief en er staan wel props van die en tijd. Maar of dat echt van Romeo en Julia is, dat kunnen we niet zeker zeggen. Dat is allemaal fictief. Nog een grappige traditie hier aan het Romeo en Julia huis is kauwgom aan de muur plakken met dan de initialen van het koppel erop. Slotjes heb je ook, briefjes heb je daar. Dus eigenlijk alle liefdestradities vind je hier gewoon, want ja, alle mensen zijn hopeloos, verliefd, op. En die Romeo en Julia spirit, dat is bij ons ook, hè? Ja, blijft actueel. Nee, maar wat is Parijs als je hier alles hebt? Ik bedoel, uiteraard kun je een stadsbezoek in Italië niet afsluiten met een ijsje. Inderdaad. We gaan dit ijsje verorberen, want het is hier echt warm. En daarna gaan we eigenlijk naar een kasteel. Hier in de buurt, een klein beetje meer terug naar het noorden. En dat kasteel is zo in een berg gebouwd. En eens kijken wat we daar allemaal kunnen doen. En hopelijk kan ik daar ook even met de drone vliegen, want hier in Verona... Ja, heel veel politie. En... Ja, Italië is niet zo happy op drones, dus daar gaan we naar kijken. Dus op naar het kasteel. We zijn op een uurtje rijden. Van het centrum van Verona zijn we nu aan de Madonna della Corona. Ja, het is hier nu heel rustig eigenlijk, als je kijkt. Ja, een paar mensen. Een paar mensen. Hoe mee? Maar op 8 december... Het is hier helemaal anders, want dan komt eigenlijk iedereen naar hier, omdat dan... Ja, de dag van de Madonna is, hè. Ja. Dus op 8 december, met deze plek. Maar nu, zoals een dag van vandaag... Je kunt gewoon genieten van het uitzicht. Mm. En dat gaan jullie nu doen. Ziezo, dat was weer een andere dag die erop zit. Deze keer in Verona, in dit prachtige kerkje. Ja. Moesten jullie nog meer tips willen of geïnteresseerd zijn in Verona of het kerkje, ga dan zeker eens kijken op de website, want daar vind je alles aan parkeren, kosten, leuke hotspots. En dan zien we jullie daar wel. Je hebt het gehoord, www.hetisemeeks.be. Alle tips over Verona komen daar, alle links, alle details, praktische tips. En zoals Leslie al zei, we zien jullie daar. Bedankt om te kijken. Vergeet zeker niet te liken, te abonneren. En heb jij nog iets te zeggen? Ik ga gewoon dag zeggen. Dag! Dag!